Mijn mod die luistert mee. Zeg maar. Als je alles kan horen, op de stem en zo. Jong, ik heb het niet eens gezien. Ik heb het niet live op dingen. Ah, wacht, dat is. Als het goed is, moet je me goed kunnen horen allemaal. Geluid van de game ook. Ja. Ja? Mooi man. Mooi. Dus wacht, ik heb hier een game. Hij is altijd even uitproberen, want soms moet hij goed zoeken, soms doet hij iets slecht. Wat een fucker bij me op fuck dit maken. Ja, weet ik. Ik heb je al even gestuurd. Dus, ja, even oefenen, proberen, uitproberen. Een enable voice chat. Nee, dat is niet nodig, hè. Op Discord. Okay. Tada. Close. Moet niet te zien. Echt, maar ziet. Wat de fuck heb jij voor een ding aan? Dat weet ik ook niet. Hoeveel pop zijn. Het is. Dat is. Ho 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 ho. Dat lijkt een hotdog. Goed. Nou, op zich werkt het wel, dat duo setup. In principe screen mirror of die mij nou gewoon mijn scherm, zeg maar. Alleen het klote aan deze laptop is, die output, zeg maar, van mijn koptelefoon, moet weer op een apart kanaal of steken met de rest. Ja, mooi. Trouwens niet lastig vallen, maar je bent een veggie hotdog. Ben ik een veggie hotdog? Ja. Jezus, ruzie, of niet? Ja, kijk maar hoe je kostuum heet. Oh ja, fuck. Ah, zie jij die groene puntjes? We zijn gewoon... Spinazie volgens daar. Wij zijn gewoon team veggie hotdog. Nee. Kijk, of ik kans heb als we super Frans. Even kijken of ik nog een leuke heb. Heb je ook Viking? De dwarf. Ja, ik heb die. Heb ik al een rondleider? Ja. Ik ben benieuwd of het me lukt om te springen. Ik mis mijn onderste ding van mijn Mr. Beast ding, jongen. Hoe kom je aan die Mr. Beast ding? Duo show, denk ik. Ja. Van weet je nou, Koffel. Ja. Geweldig. Nou, eens kijken of het kan. Eerst kan met de mijn toetsenbord. Alsof het toetsenbord eruit maakt. Nee, maar ja, dat is wel een verschil. Cream loopt goed of niet? Dat zie ik wel. Dat is fijn. Ja, weet je wat het is? Ik ben aan het kijken voor een interne. En ik krijg het een duur. Alleen, wat heb jij op jouw stream staan, hè? Leden subscriber. Je kan nog geen subscribers hebben, je bent niet verified. Leden follower. Welkom. Deze chair, niet gehad. Deze donation, niet gehad. Ja, dat is mijn layout. Ik ga doneren, weet je. Ooit misschien. Maar ik kan dat ook niet, want je hebt dan een Amerikaanse ding te maken met belasting en zo. Dat is momenteel iets niet. Of, ja, mogelijk. Een rol heeft ook helemaal voor Rambo. Dat is alles. Marijnekup. Ja, dat is wel. Paardje springen, rechtmuisknop is duik bij het springen. Ja, om te nodig, als je niet ingedrukt houdt, blijf de plek liggen. En WSAD lopen. En voor de rest is het rennen alsof je, ja, ik wil rennen als een hedel bent.
jou dus. Okay. Nee, ik ben er even. Maar hoe kijkt die iemand vast? Ik maak het op. Dat pak me niet uit. Allee, jongens. Ja, sommige gasten die zijn in de natuur om andere mensen vast te grijpen. Eén keer stoken en dan ben ik niet meer. Jongen, hoe is het tuin? Echt, die ventilator heb ik toch niet beschermd, denk ik hoor. Twee keer of zo, denk ik. Dat is goed. Dat heb ik paar. Lekker. Ruzie mee. En dan finish de bar. Nee. Jawel. Nou. Nee, ik ga het niet. Oh, dat is wel. Oh nee, ik trek er nog doorheen. Ik ben niet op weg. Weet je, ik heb de stream ook op Nederland staan. Weet je, dat is makkelijk als voor mij. Mensen die... Ja, nee, maar mensen die stream kijken, zeg maar, ik heb een pas altijd... Hou het eruit. Mensen die stream kijken, kunnen toch altijd subs, hè? Ja, exit dan kan je weer gewoon. Knopje moest drukken, dan moest je echt midden van de knop drukken, anders pakte hij niet. En met coderen is dat niet fijn. Waar had ik het coderen dan? Ik ben aan het leren van C, zeg maar, software engineer. Ik ben front-end eigenlijk, full stack. Maar dat is niet genoeg. Baan erin zoeken dan, jongen. Nee, dat gaat voor mijn eigen uiteindelijk. Jongen, eerst maar de wagen, toen met mijn baas. Ja, het is wel afgedekt, want in ieder geval 25 uur wil ik dan een officiële opleiding krijgen. Ja, wat denk je als je voor wijgen begint, dat je voor 20 uur in de week klaar bent, of wat? Nee, tuurlijk niet. Dat weet ik zelf ook wel. Mijn stel, dat werkt, hè. Nee, Stephanie. Ik heb een goed overblijf gehad, hè. Behalve dat ze mijn meeschap toen niet hadden. Ja, wel, ik draai was goed. Dat is een rij, hè. Dat, hè. Ja, maar daar kan ook iedere droppel op een rij bij wijze. Ja. Mooi idee. Wat een waggoudje, hè. Ja, ik heb er allemaal meer bij kijken. Wat? Ja, voor jou wel. Ja, ik kan
jou, nee, wat wil je dan? Hey, ik ben al op de spinning, weet niet. Jongen, waar kan ik erin? Omdraaien, kut! Ja, weet ik het. Ik ken heel die map weer. Ja, daar kan je erin, daar kan je erin. Hand! Hup, omdraaien! Swingen! Dan de knieën omhoog knuffelen. Nou, jij gaat niet op binnen, jij gaat alleen op rechts. Hup! Niet op midden, kut! Alleen op rechts? Oh, ja. Ja, daar, ping en gang. Kom op. Ik zeg al, dit is voor mij een nieuwe. Ja, ja, en af en toe dit spelletje gewoon lopen. Niet springen, gewoon lopen. Oh, oh, oh. Dan moet ik meer loeren. Ik moet ook meer doen. Oh, oh. Ik ben tweede, ik ben tweede van die ringen, vind ik kut. Schat wel. Ik heb er lang mee gespeeld, dus er zijn drie seizoenen aan maps ondertussen die ik niet ken. Ik heb toen gespeeld toen het net free-to-play was, dus. Ja, toen het free-to-play werd, zeg maar, toen ben ik zo van gestopt. Ja, oké. Okay. Maar heb je Mortuary Assistant nog gespeeld of niet? Ja, ik heb een keer mijn Nick naam zitten streamen. En ik heb zo een keertje nog gespeeld, maar de laatste keer dat ik heb gespeeld is onderhand weer maanden geleden. Ja, oké. Okay. Hij is wel leuk hoor. Ja, het is een leuk spelletje. Vooral nou het gratis is, krijg je voor meer spelers. Nee, alleen jammer dat je nou die skins niet meer zo makkelijk kan vrijspelen. Nou, dit spreekt voor zich, hè? Moet rennen, toch? Je hebt afkortingen, net zie je de eerste driehoekjes die iedereen op gaan. Goed doen. De joke ook wel. Val niet in het slijm, bij doel. Breng een bal op. Ik weet dat joke natuurlijk reactie een bal op moet wijken. Ja, dat is echt wel. Ja, dat is echt een mooi. Ja, je weet het, daar krijg je altijd de kans, krijg je het blijft gewoon. Dit is van mijn rol zeker. Tuurlijk niet. Want dan laat jij die gast uit zijn auto van Wanneer niet? Ja, maar die Mercedes die hij eerst had. Het was een lelijke Mercedes, maar het was wel een werkende Mercedes. En echt, die had die klep had die roestkleurig gemaakt. Had die de dinges. Ja. Jongen. Ik zit hier voor mensen te kutten, hij is al dood. Probeer het nog te finishen. Het was niet daar, ik het daar! Het mooie is als je op de ding wat stil stond, ik kijk gewoon escape en eruit gaan. Deep show, ja. Maar op dat ding waar ik stil stond. Ja. Dat is een funnel. Dus op het moment dat je er stil staat, eerst was het zo erg, konden mensen hier gewoon niet voorbij komen. Dat was fantastisch, mensen vielen gewoon in dat water, gingen ze dood en gingen terug gaan wel. Dat was prachtig. Maar... Eerst een streamer die dit zat te spelen, zat een stream sniper, gewoon tegelijk cueën dat je in dezelfde lobby komt en dan de hele tijd kutten, dat was fantastisch. Maar wat had hij met zijn auto nog gedaan? Oh, met zijn auto? Ja, nou, je kent die Mercedes van hem, hè? Die grote bak van hem. Ja, je weet wel dat iedereen je ook kan horen gewoon, hè? Het is een kut Mercedes, maar als je er zuinig op bent en er iets moois van maakt, kan het een mooie auto zijn. Nou, hij heeft dus zijn motorkap heeft hij helemaal, volgens mij heeft hij hem geschuurd. Hij heeft tenminste een roestlook erop. Want hij is voor het red type gegaan, zeg maar. Ja. Hij heeft, blijkbaar had hij de laatste keer dat zijn moeder hem zag. Horens voor zijn nou toegespannen? Nee. Hij heeft hem leek wel mat groen gemaakt. Op het dak heeft hij zo'n afgekeurde weekwacht zwaarlijk botje. Ja. Oranje. Die moet gewoon links en rechts hier zetten, zo speed.
Waar woont hij nou dan? Wat dacht je van bij zijn moeder? Nog steeds? Jongen, die gaat het dood bij zijn moeder. Hij wil het wel doen. Ja, hij wil van alles. Hij wil ook een vriendin contact gekregen. Nee, ja, maar heeft hem. Ja, daarom. Ja, dat doe ik het ook voor, dus ja.
komen ze ook mee gekkelijk, maar ik ben een ander bedrijf. Nee, daar heb je ook totaal in net. Het eerste waar ik er blij mee gekomen was gemeente Helmond, daar ben ik uiteindelijk niet aangenomen. Nee, dat snap ik. Wie wil jou dan? Kut. Ja, dat ging even nee, niet meer goed. Nee, die meer hieruit. Ja, gemeente Helmond hoor ik, hè, man. Ja, exact. Ik heb de best nooit boven doorgaan. Maar die hadden een ICT-functie openstaan. En qua loon was hetzelfde. Het was dan een tijdelijk contract geweest. Ja. Dus ik moest een vast contract met de kamer inleveren. Maar die kreeg de ambtenaar tijden erbij. Dus ook de ambtenaar vakantiedagen en noem het maar op. Die kreeg meer verlofdagen om aan te vragen. Meer feestdagen. Dus op vrijdag kreeg je normaal gesproken één keer de 5 jaar ambtenaren op ieder jaar. Ja. Als de gemeente op donderdag dicht is, is je op vrijdag ook dicht. Die dagen kreeg ik ook nog eens bij. Dat was echt fantastisch geregeld. Ja, het was een ICT-functie en ik als TSD'er, ja, dat zag net een ander slakken. Ik zou zeggen, dat heb ik jou niet toegekomen, dat is heel erg. Hé, gast, eerst alleen ICT'er niet dat erop loopt. Ja. Als je systemen leren kennen en zodra het een moeilijk woord wordt doorgezet naar de tweede lijn. Hé, gast, ik heb jou nog wel eerst alleen ICT laten draaien. Nou ja, die is niet wat ik kan niet heb. Je hebt een paar programma's onder je, nou dat hele basisding van voor moeilijker gaat door naar de tweede lijn. Ja, het is gewoon lijkt, ja, je werkt van lijkt af en hopelijk daar één ding. Dus een aantal keer ook bij Securitas, dus ik lag, dus ik ben daar eerst lijf DSD alleen op. De eerste lijst hebben, de tweede lijst hebben ze opgeschopt, maar er is maar gewoon één DSD test die je moet maar kennen. De eerste leiders werden te slim, dus ze hebben het loon geleid en ze hebben de functie gelijk getrokken. Ja. Oh, dat is prachtig. Allebei op de eerste lijst als ik nu over het doorstromen. En ik kan het personeel zetten, hebben ze alles gelijk getrokken. En hij is niet door, maar ben ik genoeg. Ik ben qualified. Mooi man. Nee, maar weet je, ik heb nou zoiets van, ja, ik moet goed respect gaan doen. Ik weet wat jij moet doen? Poepen. Ja, dat ook. Maar, vind jij ploegen erg? Momenteel is dat niet mogelijk, hè? Hoezo niet? De kinderen, hè? Werkt jouw vrouw ook? Nee. Ja, die kennen dat ook op kinderen, laten we niet dan? Ja, maar die moet daar ook aan het werk. Die gaat wel werken. Die gaat daar ook wel werken. Jij zit thuis. Ik ben huisvader. Ik ben huisvader, zit die jongen van lui rit, dat vrouwke thuis ga je werken, terechtgekeurd. Maar dan leg ik je nog wel een keer off-stream uit. Want, wat gaat ze doen dan? Hm? Wat voor werk gaat ze doen? Dat is een beetje zwaar. Nee. Maar er is nog niks duidelijk over. Ik weet nog meer of ik nog een keer zit. Wat gaan we doen? Bij Securitas meldkamer. Ze hebben zo'n zat personeel. Je hebt opleiding en alles is betaald. Serieus? Niet slecht. Nee, maar zij heeft geen rijbewijs. Ja, maar jij wel. Kan jij ook in doen, jongen. Vind je dat meldkamer zitten s'nachts? Dat je, en geloof maar ja. Dan zit jij bekant dezelfde loodschaal als meisje. Als je het goed doet en je kent het hoofdstand van de schuppen zitten hoger dan mij. Ja. Dan heb ik mijn eigen lichaam.
De lachen, jongen. Oh, jongen. Exit! Was wel een mooie. Eigenlijk was hij ooit zo goed in. Ja, heel lang geleden. Ooit op een dag, hè. Ooit op een dag, jongen. Kijk, we geluk pakken. Even kijken. Heb ik nog iets geinigs? Eigenlijk morgen dan begrafenis. Maar ik ga niet. Ga je niet? Omdat ik, is niet mijn ding. Zeg maar. Nee, goh, degene die zegt begrafenis is mijn ding, dat is wel een beetje heel erg, ja, je weet maar nooit. Je hebt er mensen bij tegenwoordig. Nou, misschien verteer ik ze wel zijn ding. Door je kennen genezen zeggen. Dat wou ik zeggen. Dank je, ja, we mogen op. Valt ze nog net zelfs de crematie ingaan. Kijk, Dirk, die valt zich wel net zelfs de crematie ingaan. Hij doet ook een keer seks. Nee, dan is het wel warm, hè. Als je lang genoeg blijft liggen, zou er ook het even af. Ja, dat wil ik zeggen. Prachtig, ja, prachtig. Ja, trouwens, van Dirk heb ik sowieso nooit iets meer gehoord, maar van Joey en zo ook niet, hè. Nee, maar die mochten mij sowieso al niet, hè. Ik heb ze wel op Facebook volgens mij. Wel? Volgens mij wel, ik heb ze nooit verwijderd. Ja, nou, die gasten dat zijn, jongen. Ja, daar weet ik ook wel of van mijn zijn. Ja, ik vind het wel even andere gemeenten. Ik ga geen namen noemen natuurlijk, maar ik moet het stellen. Ik komt bij hun uit. Ik mag niet iemand je stream liggen kijken, maar dan nog. Maar, fuck jou. Ja, niemand van hun. Nee. Andere mensen uit de vriendengroep zouden ze op een verjaardag komen. En, kijk, de eerste keer gaan ze gezegd, als Frans komt, kom ik niet. Ja. Ze allemaal gezegd, hè? Joey, Derek, Kelly en man. Zelfs met dus Kevin. Dus ik... was hetzelfde met die Kevin baan toen. Ja. Die gasten hadden dus gezegd van, ja luister, onmiddellijk genadig, maar Frans komt. Ik gedraag het weg, maar het is mijn huis. En als ze mij gevraagd, ja, vind je het ergens hun komen? Ik dacht, nee, ze zijn bang voor mij als ik voor hun, dus Dat is om mij betrekken, dat is moeilijk, dan neem je de waarschuwing één keer bij jou is van eerst zijn mes, ik tweede keer dan neem je mee naar buiten, maak ik niet back. Ja. Heel simpel. Nou, zijn ze bang voor dat ik dat doe, dus ja. En tijdens de eerste jaar niet geweest. Tweede jaar, gaan ze, even kijken. Tweede jaar ging de feestje door, gaan ze een ander feestje. Die gasten. Ik zeg niet wat voor feest, want weet je niet wie het zijn. Ja, nee. Maar aan zijn ander feest. En Malou die zat met haar moeder en haar zus in Spanje. Dus ja, dat is niet gekomen natuurlijk. Kelly had er geen contact meer mee. Die had ik al beduid. Serieus, hè? Ik ga zo'n tunnel in en ik beland gewoon ergens waar ik helemaal niet uit hoor. Ik ken deze baan. Ik beland gewoon ergens waar ik niet thuis hoor. Hij gaat er niet uit, we zijn er. En Joe die had dan een avondje met zijn schoonvader. Dat was belangrijker dan dat feestje, wel best wel een belangrijk feestje. Ja. En Dirk had gezegd van ja, ik kom wel. Op een gegeven moment had Joey gezegd, nou weet je waar, ik wil vlek even met Dirk. Blijkbaar is het belangrijk dat Dirk komt, dat Joey Joe niet gaat. We moeten als koppeltje samen gaan. Ja, we zijn 23, we zijn niet door. Jij hebt ook finished, hè? Ja. Ja, 23, ze drukken mijn escape, halen niet meer. Uiteindelijk, Joey heeft niks meer laten horen. En diezelfde avond rond 12:30 kom ik even naar binnen. Ik zeg zo, hey, hij komt niet meer, of wel? Dus diegene kijkt me aan, een van de organisatoren zegt, ja nee, denk het niet. Ja, zeg, doe het, deze white joke, ik had het niet denken, ik durf niet. Ga ze daar dat ik heb. Hey Dirk, gezellig, het is een leuk feestje, gezellig dat je er bent. Heeft hij het lef niet gehad om op te reageren? Oh. En dat is ondertussen al meer dan een jaar geleden. En toen zei ik ook, ja, ik heb gewoon niet eens meer gereageerd, wat de fuck, weet je wel, dat je gewoon
Gewoon helemaal niet meer erop. Helemaal niet meer. Hij heeft het totaal genegeerd en niks meer gezegd. En dan ben je ook een mietje. Ja, jongen, toen heel die ruzie begon, hè. Ja, die ruzie, van mijn kant was niet eens ruzie toen hun begon, laat ik het zo zeggen. Eerst zelfs zit Dirk tegen Raymond van, oh ja, ik wil met Frans praten, maar hij moet mij appen, bla bla bla. Dus Raymond tegen mij, ja luister, wil praten, moet jij hem een appje sturen? Ik had eerst gezegd, fuck it, hij is begonnen, want ik ga hem moeten appen met Frans. Ja. Nou, Raymond, ja, die vond het gewoon kut hoe het liep, weet je wel. Dus ik weet waar Raymond, omdat jij het bent, omdat jij het tenminste wel de persoon kon vragen, voor jou te doen. Dus ik heb Dirk een appje gestuurd. Gewoon zo van, nee, ik hoorde Raymond even praten, noem maar een dag en een tijdstip en dan kijk ik wel even of ik daar ook tijd heb. Ja. Want toen, kijk, zat ik toen in de beveiliging? Volgens mij wel. Ja, weet ik veel. Ik heb het in ieder geval toen zo gezegd. En hij heeft hij helemaal genegeerd. Ik zag dat hij wat gelezen. Ik had dat hij online was geweest, hij had een beleespressing had hij uitgezet. Heeft die paar dagen heeft hij het laten staan en in één keer opblokken. Dus heb ik hem een bericht gestuurd via WhatsApp zo van want ik zag zijn profielfoto verdwijnen met, dan heb ik via de telefoon van mijn ouders gekeken, dan zag ik de profielfoto wel, dan weet je waar je staat, je opblokken. Ja. En dus ik hem een bericht gestuurd van geen DVD leeft, maar je bent gewoon een laffel. Ja, eerst zeg ik door je praten, nou, dan niet meer wilde lef hebben om iets te zeggen. Gewoon een blok gooien. En ik denk ja, fuck it, dan leest hij toch niet. Kijk op Facebook, dat is natuurlijk makkelijk. Maar niet geklopt. Ja, dat is een beetje 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 een Ja, maar dat was een dal op tijd, was dat al, hè? Kom op. Ja, Dirk was toch bij zo'n badje. Ja, nee, maar ook toen Dirk niet ging, maar toen was het met mij om te gaan heen. En toen had hij dat ze hebben. Dus ik nog tegen hem tegen Raymond volgens mij vragen, wil dat Frans lijken. Maar dat is toen een vreemd erachter. Ja. En dat had hij niet gehoord. En toen zei hij, ja, wat zei je nou op mij? Dat zeg ik nog een keer. Toen was hij een keer van, ik kan eigenlijk niet kijken, maar ik weet niet. Weet je, mensen zeiden dat die zo erg wat was. Die heel wat dat ze op iets mij probeert te lijken. Ja, maar je kan het altijd erg treffen. Je kan het altijd erg treffen. Je kan ook een Angelique hebben. Maar die nekken? Ja. Ja, kut. Ja, ik vrouw, kut. Maar godverdomme, jongen. Die gaat nou met Ricky, hè. Ja, die heeft een ex-vriend van. Toen ik als een vriend kan scoren, maar zij sowieso de laatste keer dat ik heb gezien dat ik weet dat zij het was met de klimaat. Weet jij dat ik bij was? Nee, daar ben ik niet bij geweest. Daar ben ik er wel bij geweest en op een gegeven moment zei ik ben met iemand die zei tegen mij iemand van iets daar. En die was afgevallen niet normaal. Ja, die was gewoon 1/3 voor zijn uurstwaard, zeg maar. Ja, klopt. Ik heb hem toen ook zien rijden en toen had ik net die Vespa toen. Ik was van, nee, dat heb je al. Ik zei, nee, echt? Dit is Lex Nijk, kan je verluiten. Je ziet wat ik moet doen. Ja, puzzelen. Ja, gewoon de lijntje volgen en de goede portal ingaan. Ja, op hoofd van ellende dan. Even kijken, die uursten moeten sowieso al de deur de rechts hebben. Goed. Ik heb zelf een keer gekeken, maar het ziet wel een sterretje licht, die lijn moet je volgen. En ik bouw tweede van links, tweede van links, tweede van links. Dan kom je hier uit, dan ga jij naar rechtdoor, want dan is die groep ingaan. Want dat is gewoon een groepje van links. Kijk, ik heb een auto, die gaat. Deur naar rechts. Rechts? Rechts. Dit. Je ziet wat ik op heen ga.
maar. Je zit toch dezelfde als mij. Mijn best en zo. Oh, ik heb nog steeds, dus eigenlijk laatst die foto van de Roku pizza op mijn, bij mijn e-mail staan. Dus ik zou eigenlijk de plek iedere keer als ik een bedrijf vanuit mijn privé-mail een e-mail stuur. Ja. Dan vind ik het veel aan de verzekering of zo, weet je wel. Dan kijken ze die foto ook zien hoe ze de pizza roepen. Ja, maar dat was gewoon een goede tijdje, maar we hebben wel echt heel de boel zitten verknallen toen. Maar het was ook, op een gegeven moment was het ook gewoon zo van nee, oplossen. Ik wist gewoon, ja, dat kan gewoon niet. Hij gaat de land van. Ja, dat kan niet. En dat niet alleen, maar we waren ook al bij minimaal 50 mensen. Ja. Dat was prachtig, want alles was leeg, want ik heb hier lang. Ik word daar mis ik het wel, jongen. Ik vind Jan tot Michel die tijd niet fatsoenlijk heb meegekregen. Alleen nadruppelen ervan, zeg maar. Ja, ik wou zeggen, want die was echt pas een paar jaar ervan. Uit het sterven ging, zeg maar, toen kwamen ze net aanschijten. Ja, want toen was de vriendengroep al uit elkaar aan het vallen. Ja, nee, toen was het eerste deel dat, ja, ze hebben nog wel meegekregen met feestjes bij Bert en zo, weet je wel. Ja, was, ja. Het was op zich nog niet helemaal uit elkaar aan het flikkeren. Maar sommige mensen beginnen ook gewoon wel een beetje, ja, apart. Ja, want daar is het gewoon. Kijk, ik ging ook heel veel met Bert om en misschien wel met Simone. Maar die waren er toen al vrijwel niet meer. Ja, nee, daarom. Bert, die, Bert. Ik heb hem van Facebook, maar ik heb mijn klank niet gesproken. Nee, ik zie hem nog wel voorbij komen naar Facebook, maar dan heb ik het wel jammer. Ja, ook wel jammer, ik altijd een goede gast. Ik kan het niet lachen. Ik heb hem altijd kijken met Simone, want ik bedoel, dat daar helemaal niet. Ja, ik zei, ik had altijd in de groep gehad met een potje mee poelen, even uit mijn buurt. Feestje is altijd gezellig. Ik had altijd lachen met die gast. Ja, daarom, maar ja, weet je, op een gegeven moment moet je doorgaan, maar het is wel goed in die gang, het komt er.
Ja, dat is een beetje jammer. Ik zou niet voor het. Ja, ik ga het voor het ding. Gewoon vastgrijpen, het ding. Je bent toch al 12, gewoon proberen. Ik ben al dood, joh. Escape. Nee, maar weet je, ik heb het vanaf het begin meegemaakt onderhand. Volgens mij ben jij de klaar dat mij binnenkomt rollen en dat was het mee. Nee, ongeveer tegelijk denk ik. Dus 50. Ja, nou eerder al. Nou, ik 50 net, zeg maar in juni 2005. Weet je. Nou, ik ben er wel een paar keer eerder geweest toen ik nog heel wat jonger was. Met een nichtje van mij. Want jij bent van... Hoe oud ben ik nou? 90. Doe een gok hoe oud ik ben. Nou, dan ben ik uit 31. Toch? Maar ja, bij. 32. Dan ben ik op 33. Ja. Kijk, een pensioen. Maar... Nee, ik ben al toen een paar keer met een nichtje van mij geweest. Daarna ben ik op een gegeven moment gewoon een keer gewoon daar binnen komen rollen en nooit meer weggegaan. En via een neef van een kameraad van mij, die een klasgenoot van mij, daar ging ik dan mee om. WoW spelen, neef van hem speelde ook WoW, die vroeg op een gegeven moment als we een keer real life iets gaan doen. Yo, is goed, ja, ken ik wel een kroegje. Dat is goed, zeg ik, en ja, ben ik daar geëindigd. Ja, daarom. Mooi, die gaat tot een jaar jonger dan mij, hè. Ik ga gewoon zijn 14 al binnen rollen voor Glasgow, dan. Ik had zoiets van, yo, ik ga wel mee. Ja, maar daarom, ik weet ook niet meer precies hoe wij elkaar hebben ontmoet. Eerste keer en dan als. Ja, ongetwijfeld. Maar ja, we hebben vanaf het begin af aan eigenlijk ook met elkaar op kunnen schieten. Ik ben hier allemaal heel veel kant. Nee, jij bent wel. Ja, ik jong. Ik heb nog veel controle playen. Ik heb nog wel maar veel controle. Dat leek wel. Ja, maar ja, kijk naar mij, ik spreek vrijwel niemand meer van de oude groep en ja, kijk ook. Ja, gast, van de oude groep, hè. Degene die nog regelmatig voor mij komen, is dan Geert. Ja, die zit er nooit meer. Raymond, Wilco en Roy. En Wilco, die zie ik nog wel regelmatig dan. Ja, dat is gewoon sowieso. Nee, maar dat wil ik ook niet, dat is keihard. Nee, daarom. Nee, dus daar heb ik goed. Dat is lekker zijn ding. Ja. Ja, dat is ook als je. Ja, maar hij is ook gewoon eerlijk, hij laat je ook niet vallen. Dat is gewoon keihard. En die is gewoon het snijgen. Weet je, van welke je weet waar je eraan hebt. Ja, hoor. Hij doet lekker zijn eigen ding. Hij weet, hij wou gewoon een rol voor de gek, maar af en toe met zijn cosplay doen. En de broertje gewoon, die gaat gewoon lekker door, dat vind ik fantastisch aan de mannen. Ja, maar Nee, maar het is gewoon keigoed deel. Ja. En... Hey. Ja, Tjerf, die spreek ik eigenlijk vrijwel nooit. En die komt regelmatig bij mij op zaterdag. Ja, Frank en ik, dat gaat niet goed samen. Jongen, Frank die is toen de zomer eind verhuisd en die hebben we niet meer gesproken. Nee, het voor de kinderen en alles aan. Ja, ik heb zijn, even kijken, heb ik zijn kindje meegemaakt? Nee, heel lang niet. Daar ben ik nu samen op het feest geweest. Ben je daar wel geweest toen, ja? Ja. Want die is eigenlijk een 2 weken voor mijn verlof. Ja. En toen dus brak ik toen nog een eind op, hij is het met mijn vrouw. Volgens mij wel. Maar jij ook, dus dan moet jij weten of hij er ook was. Nee, ik was er wel. Ik was zo. Ik ben nooit bezopen, jongen. Nee, ik hoop het natuurlijk niet. Dat zei ik helemaal op tafel. Weet je wel. Ja, omdat ik op tafel zoek naar een nieuw biertje. Ja, ik heb ook weer een drink op tafel. Jongen, ik denk... De laatste keer dat ik hier alcohol heb gedronken...
Ja, ik heb laatst een plaats 2-3 malen boek. Ik denk er gemijnig onder de tafel kan zuipen. Maar, ik kan best wel waar, bro. Weet je niet. Jij denkt er gemijnig onder de tafel kan zuipen, maar ik ook in plaats van keer maar niet. Buiten het feit dat ik gelijk wel homo bent geworden. Maar laten we even wachten weken. Ik denk dat ik een aardige kans heb. Ik denk dat als de kinderen een keer een weekend weg zijn. Dan zullen we eens een keer even uitproberen. Ik heb er spijt van, joh. Ik heb laatst even een feestje gehad van mijn familie. Ik had het daarom dat ik mijn bruiloft heb gehad. Nou, dat weet ik eigenlijk hoe die bediening waren. Ik heb alles meegekomen en ik heb het allemaal gedaan. Ik heb al hier van dingen, of wel? Van Angel en weet hij. Ja, de oma van Angel. Ah. Mijn tante die was 60 geworden. En die was suipen, jongens. Ja, ik weet het. En dat was echt zo'n typisch. Ik kom niet verder dan het eerste gedeelte, sorry. Ja, ik zie het, ik zit te kijken. Gelukkig ben ik wel heel goed geëindigd, dus we gaan meteen door. Gelukkig, ik vind dit een kut man. Ik vind dit wel zo'n simpele map, hè. Ja, dat weet ik ook wel. Jij bent als enigste ook hier, hè? Yep. Maar dan wacht er geen andere kruis. En pak de top 20%. Jij bent niet eens gefinished, kut. Nee, maar zijn we ook weer finish, ja. Typische Smitse finish ook, hè. Ja. Veel te veel bier. Nederlandstalige muziek ben ik dan niet meer eens, maar ja. Ja. Fantastisch. Ik ken het. We zijn ook nu bijna op de vuist gegaan. Jawel. Ja. Ja, een van mijn aangetrouwde ooms, zeg maar. Ja. Dat is de Watje. Die is tegen de smoed op bezig. Ja, dat moet je niet zeggen. Die had de eerste keer toen ze van nieuwjaar van mij thuis afkwam, waar hij zijn kutkeffer aan het uitlaten, had hij tegen haar gesproken zo van, jij houdt jullie mensen bij mij weg. Toen heeft hij ruzie staan maken met zijn moeder. Dus ik heb een keer, terwijl hij zijn hond zat uit te laten, we hebben hem aangesproken voor gasten, ik heb nog één keer terug met boven te vissen, hè. Met de geide meiden, maar dat tegen mij proberen. En ze van, ja, het moet niet dreigen, nou komen dan. Ik zei, ik wacht me toch tegen mijn spoedje. Volgende visje ben ik erbij. Dus ja, dit feestje waar ik eigenlijk normaal gesproken huis gehad ben, ik ga niet, weet je wel. Ik dacht, ja, fuck it, ik heb een kopje gedaan. Ik ben erbij, ik heb hier zuiken. Ik ben op zo'n plek gaan staan, tot ik hem echt perfect kon aankijken de hele avond lang. En iedere keer als hij mijn kant op keek, keek ik hem gewoon terug zo van waar ben je nou aan het kijken, weet je wel. Ja. Fantastisch. Nee, Ja, wat ik vaak heb gezegd, dat is een dochterste vriendinnetje, die heeft die ons mama afgestuurd was naar de wc, was ook buiten mijn zin komt, weet je wel. Ja. En hebben ze eraan gesproken, zo van ja, vrouw, dat is niet te moeien, dat is niet leuk, Ja. Ja, en toen escape. Dus ik kwam zwam naar buiten en zwam die kijk, die hoef niet te zeggen, ik weet dat er iets aan de hand is, weet je wel. Ja. Jij moeder, weet je wel. Dus ik loop naar zwam toe. Wat is er? Ja, niks. Ik wel, zie je. Wat is er gebeurd? Niks. Mam, zie je het? Wat is er gebeurd? Niks. Dus ik kijk eraan, ik kijk mijn tante aan die erbij zat. Zo, zegt het nou? Of ik ga hem slaan. Ja, er is niks gebeurd. Ik ga hem slaan. Er is niks gebeurd. Ik ga hem slaan. En dan ga ik even goed staan schreeuwen, weet je wel. Ik blijf stond op vijf man achter me zo, van als hij ook maar één stap zet, hè. Die houden wij weg. Dat snap ik. Ja. Echt prachtig, jongen. Die mensen geen zeven kleuren stonden dat ik aanwezig was, echt. Dan was ik zo'n feestje. Typisch kamperfeestje. Nou, dan weet je wel wat eruit ziet, hè. Gewoon alles wit met goud. Ik doe even een checkje ondertussen, wacht even.
Doe ik even op de stream even op pauze, jongens. En ik ga even checkje roken. Dan zie ik jullie zo. Wacht even.
They bring it back.
Ja, dit is ik zie wel hoe het loopt. Maar dat je niet uit kunt slapen, erg uit de bedkamer staan. Nee. Aanzetten, zelf een beetje op de telefoon te scrollen, dat is fantastisch, jongen. Prachtig. Ja, dat komt dan wel. Ik moet eerst maar eens beginnen met lopen. Oh. En praten. Ja, beginnen met lopen. Allebei. Klootzak. Deze keer, hebben we deze ook gespeeld? Ja, hebben we ook gespeeld, hoor. Volgens mij wel. Nou, kijk hoe bij ook komen. Kijk hoe vaak we de bal in je gezicht krijgen. Vind je lekker dan? Gewoon in die zijkant lopen. Even die drang van jouw ballen aan te raken en even onderdrukken. Ja, maar jongen, ik loop bij jou in je gezicht houden, weet je dan? Ja, ik weet dat jij homo bent voor mij, dat weet ik. Zo sexy ben ik ook. Ik maak mannen homo, maar ja, het is een vloek. Ik ga van de vloek, zeg maar. Jongen, je bent een vloek. Ik ja. Ja, ik was net een keer gek, eigenlijk. Ja, ik kon ja, jij ja, doet gewoon sneeuw, jongen. Ze hebben een tattoo-toppertje van jou als loading paper. Ja, mooi toch. Ja, dat weet ik. Maar die laatste moet je niet op midden gaan, je moet lekker aan de zijkant gaan, dat is makkelijker. Ja, dat denk ik ook wel, dat vind ik er wel een. Duik je gewoon even opnieuw, duik je voor je rechtermuis, duik je een beetje naar voren.
Iedereen bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het naar je zin hebben gehad. Dit was de stream voor vandaag. En tot wederziens.